Waarom zien sommige mensen kleuren bij woorden en getallen? Dit is de Universiteit van Nederland. Dit is Daniel Tammet. En bij Daniel werken zijn zintuigen op een heel bijzondere manier. Hij ziet kleuren en vormen voor getallen. En getallen vormen voor hem een soort landschap. Bijvoorbeeld als hij deze rekensom ziet, 53 maal 131, kan hij het antwoord van die som aflezen aan de vorm die hij ziet voor het antwoord in zijn hoofd. Heel specifieke associaties die hij heeft. En deze associaties helpen hem bij zijn fenomenale geheugen. Hij is houder van het Europees record voor het onthouden van het cijfer pi. En voor hem ziet het cijfer pi er zo uit, echt als een landschap. En hij heeft voor deze recordpoging het cijfer pi tot 22.514 decimalen uit zijn hoofd opgezegd in 5 uur en 9 minuten, zonder één fout. En het knappe daaraan was dat hij ook nog maar eens een aantal weken nodig had om dit uit zijn hoofd te leren. Nou, dit koppelen van getallen aan vorm of kleur noemen we synesthesie. Er zijn ook andere koppelingen mogelijk. Synesthesie, het woord komt van het Griekse woord syn, van unie of samen. En esthesie van sensatie, dus het samengaan van sensaties. Dan zou je denken, Daniel Tammet is natuurlijk een heel extreem geval. Dus is dit nou zo super bijzonder? Maar het komt bij ongeveer 1 op de 50 mensen voor, dat is 2%. Ik doe onderzoek naar die mensen, die 2% van de mensen die synesthesie heeft. En ik ben een soort van neurowetenschapper. Ik wil graag weten hoe dit zit in het brein en hoe het nou kan dat je je bewust wordt van iets wat er niet is in de echte wereld. Nou, Daniel Tammet is een extreem voorbeeld van hoe synesthesie kan zijn. Maar wat is het nou eigenlijk? Wat is de definitie? Synesthesie is het samengaan van zintuigen. Specifieke prikkels leiden tot een extra waarneming die er niet is voor mensen zonder synesthesie. En deze koppeling van prikkel en waarneming is altijd vast, stabiel in de tijd. Het is ook automatisch, je kunt het niet uitzetten. Alle combinaties van zintuigen zijn in principe mogelijk. Dus je kunt alle zintuigen aan elkaar verbinden. Maar sommige dingen komen vaker voor. Bijvoorbeeld synesthesieën met kleur. En een voorbeeld daarvan is dagen van de week. Hier een filmpje van een vader en een dochter die het daarover hebben. Maandag is een bepaalde mate van steenrood. De dinsdag is geel. De woensdag is lichtgroen. De donderdag is donker. Ja, niet helemaal donkerbruin, maar wel bruinig. En de vrijdag is wat donkerder groen. De zaterdag is prachtig geel, okergeel. En de zondag is dus weer wit. Nou, de dinsdag is mooi geel. En de woensdag is lichtgroen. De dinsdag is bij mij ook geel. Echt waar? Ja, ook lichtgeel. En de woensdag? De woensdag is rood. En de donderdag bij jou? Blauw. Nee, die is bruinig bij mij. De zondag is bruinig. Nee, de zondag is wit. Nou, ze hebben natuurlijk helemaal ongelijk, want maandag is geel, dinsdag is groen. Ik heb zelf ook synesthesie voor getallen, letters, dagen van de week. Ik kan me ook discussies met mijn broertje herinneren toen we klein waren, achter in de auto, van welke kleur heeft nou maandag, zondag, et cetera. We waren het nooit eens. En onze ouders hadden helemaal zoiets van, het zal wel. Dus ik kwam er pas toen ik 20 was achter dat dit een naam had. En maar die koppelingen tussen specifieke prikkels en wat je ziet zijn dus uniek voor elke synesthete. Ze zijn voor iedereen weer een beetje anders. Nou, er zijn veel vormen van synesthesie met kleur. Een ander voorbeeld is muziekkleursynesthesie. En 3FM-DJ Paul Rabbering vertelt daar iets over. Marco Borsato, met het welbekende... Rood is allemaal, het rood niet meer. Ah, het is helemaal niet rood. Het heeft niks met rood te maken. Kleur van rood op zich is trouwens namelijk bruin als woord. En die piano, ja, het maakt hem gewoon geel. Marco's stem klinkt zwart. Nou, als je dus verschillende vormen van synesthesie hebt, zitten die elkaar ook nog wel eens in de weg. Dus dat ook. Er zijn ook vormen van synesthesie zonder kleur. Bijvoorbeeld smaaksynesthesie. Dat is een beetje bijzonder en komt niet zo vaak voor. Dat is wat zeldzamer. Er zijn mensen die voor alle geluiden die ze horen, of voor gesproken taal, een smaak in hun mond krijgen. Nou, dat is natuurlijk best wel heftig. En ik ken zo'n synesthete. Voor alle mensen die ze tegenkomt, al hun namen, daarvoor ervaart zij een smaak in haar mond. Dus mijn naam, Tessa, smaakt naar Fruitella. En Ron, daar is Ron. Zijn naam smaakt naar droge snotjes. Waar is Inger? Ja, Inger. Jouw naam smaakt naar kikkerdril.
Ja, je kunt je voorstellen als je dit altijd hebt en niet uit kunt zetten, dat dat best wel heftig is. Dus synesthesie is niet altijd alleen maar, ja, kan je niet alleen maar helpen bij je geheugen, maar kan ook best wel een heftige ervaring zijn die je niet uit kunt zetten. Er zijn ook vormen van synesthesie met voelen. Bijvoorbeeld spiegelaanrakingssynesthesie. Deze mensen, als zij iemand anders aangeraakt zien worden of pijn zien hebben, dan voelen ze dat zelf ook. Dus dat is ook wel een heftige vorm van synesthesie. Oké, er waren een aantal voorbeelden van synesthesie. En de vraag is natuurlijk, word je hier nou mee geboren? Of zijn dit gewoon dingen die je hebt geleerd gedurende weg? Nou, in zekere zin word je hier inderdaad mee geboren. Synesthesie is vrijwel altijd vanaf de jeugd aanwezig. En het is ook erfelijk. Dus ik hoop de kans dat als jij dat hebt, dat een van jouw ouders dat ook hebben. Maar als je denkt aan dingen zoals dagen van de week, letters, cijfers, etc. Die heb je allemaal moeten leren, want die ken je niet als je geboren wordt. Dus wel degelijk ergens is er een leerproces voor getallen en letters. En waarschijnlijk ontstaat daar ook die koppeling met de synesthetische ervaring. En daar is een mooi voorbeeld van, dat komt uit de Verenigde Staten. Daar had je in de jaren 70 en 80 namelijk een hele mooie Fisher-Price alfabet set. Hier is een plaatje daarvan. Dus elke letter in het alfabet had zijn eigen specifieke kleur. En nu is er in de VS ook een website, de Synesthesia Battery, waar je kunt testen of je zelf synesthesie hebt. Allerlei associaties met kleuren en andere dingen die je op de computer kunt doen. En duizenden mensen hebben deze test gedaan. Dus ze hebben van ontzettend veel synestheten, hebben ze de kleurassociaties in hun database zitten. Nu hebben ze gekeken, hoeveel mensen hebben nou misschien kleuren die overeenkomen met deze alfabet set. En dat waren er best wel veel. Meer dan 400 ongeveer. Het ziet er zo uit. Je kunt dus in al die synesthetische associaties van al die mensen, kun je echt dat alfabet van Fisher-Price terugzien. En als je dan kijkt, die mensen die deze associaties hebben, dus die meer dan zoveel letters hetzelfde hebben als deze Fisher-Price set, wanneer waren die nou geboren? Dat is in deze grafiek te zien. Je kunt zien dat die mensen vooral in de jaren 70 en 80 geboren waren, toen die Fisher-Price set op de markt was. En dat geeft aan dat de omgeving waarin je opgroeit en de prikkels die je krijgt in dat leerproces, die bepalen eigenlijk de koppelingen, de precieze koppelingen die ontstaan bij synesthesie. Het feit dat je synesthesie ontwikkelt is wel erfelijk, maar hoe het precies tot uiting komt, dat ligt hangt dus af van je omgeving. Nou kun je denken, oké, als het een leerproces is, misschien kun je het dan ook wel aanleren, ook nog als je volwassen bent. Dat blijkt vrij moeilijk te zijn. Er zijn heel veel studies naar gedaan. In Engeland was een studie die was heel erg succesvol. Ze hebben volwassenen 10 weken lang, 5 dagen per week, 1/2 uur per dag laten oefenen. Allerlei taakjes om letters met kleuren te associëren. Op een gegeven moment zagen die mensen letterlijk groen en geel ervan. Ze konden dus die kleuren echt voor zich zien als ze die letters zagen. En ze hadden ook een signaal in hun huid. Als het niet klopte, echt zo'n i-gevoel, dat konden ze gewoon meten. En toch, na 3 maanden, waren ook die effecten weer verdwenen. Het is heel moeilijk om synesthesie, zoals het is voor iemand die synesthesie heeft, op te wekken bij iemand die dat niet vanaf het begin af aan, jongs af aan al heeft. En dat is eigenlijk een aanwijzing dat synesthesie waarschijnlijk iets te maken heeft met hoe het in het brein zit bij mensen met synesthesie. Het lijkt er dus op dat er wel degelijk iets anders is aan hun hersenen om die synesthesie mogelijk te maken. Nou, om dit uit te leggen wil ik een beetje inzoomen op letterkleursynesthesie. Dat is een van de vormen die heel veel is onderzocht. Niet alle mensen met letterkleursynesthesie ervaren de kleur precies hetzelfde. Sommige mensen zien de kleur letterlijk op het scherm, zoals hier aan de linkerkant. Dus op de plek waar de letter is, zien zij ook de kleur echt voor zich. Andere mensen associëren de kleur meer. Dus die weten dat een A geel is, maar die zien dat niet letterlijk voor zich. Die weten dat meer in hun hoofd. En we weten dat verschillende hersengebieden betrokken zijn bij letterkleursynesthesie. Deze slide te zien. Het letter- en het kleurengebiedje liggen aan de rand van het visuele systeem en liggen vlak bij elkaar. Zo wordt de vorm van een letter en kleur wordt daar verwerkt. En bij synesthesie is ook een multisensorisch gebied betrokken, wat meer in de parietale delen van het brein liggen, dus wat verderop in de verwerkingshiërarchie. Er zijn verschillende ideeën over hoe synesthesie precies tot stand komt in het brein. Eén idee is dat het lettergebiedje als het ware overloopt naar het kleurengebiedje, zodat het kleurengebied bij kleursynesthesie direct actief wordt als het lettergebied de vorm van een letter analyseert. En dat dit komt door anatomische verbindingen. Een ander idee is, en daar is ook bewijs voor in de literatuur, is dat letters wel degelijk eerst wat verder verwerkt worden in het brein. Ze bereiken het stadium van verwerking van dat multisensorisch gebied. En dan pas komt er feedback terug naar het kleurengebied. Daar zijn ook aanwijzingen voor. Nou, het is dus niet helemaal duidelijk wat nou synesthesie veroorzaakt. En
Ik wil nog even ingaan op wat ik nou bedoel met het verder verwerken van zo'n letter, of de interpretatie van een letter. Als je denkt aan de letter A, dan heeft hij natuurlijk een vorm. Maar je moet ook nog bedenken, oké, hij wordt zo uitgesproken, hij kan zo en zo eruit zien als je hem met handschrift schrijft of met lettertype, et cetera. En dat is heel mooi te illustreren aan de hand van dit plaatje, waar in het midden het symbool gelezen kan worden als een S in het woord music, maar ook als een 5 tussen de 4 en de 6. En het is zo dat voor mensen met synesthesie, dit symbool, als je het leest als een 5, kan het een andere kleur hebben dan wanneer je het leest als een S. Dus het is wel degelijk zo dat je eerst zeg maar, de betekenis van zo'n letter moet ophalen en dat dan pas die synesthetische kleur eraan gekoppeld wordt. Dus dat is wel een aanwijzing dat het niet alleen maar op het niveau van de vorm van de letter of echt alleen maar in het visuele systeem gebeurt. In mijn onderzoek heb ik gekeken naar welke theorie nou het beste kon verklaren waarom dat kleurengebied actief wordt bij mensen met synesthesie. En het blijkt zo te zijn dat het niet helemaal hetzelfde is voor de mensen die de kleur associëren of de kleur echt projecteren. Dus voor de mensen die de kleur op het scherm zien en projecteren, is er een directe verbinding tussen letter en kleurengebied. Dat verklaart de activiteit in het kleurengebied het beste voor deze mensen. Voor de mensen die de kleur meer associëren, is het zo dat activiteit eerst naar het parietale gebied ging, naar het multisensorische gebied, en dat daarna pas het kleurengebied actief werd. Het lijkt erop dat voor hen het signaal, oké, er is een letter, leidt tot uiteindelijk de kleursensatie, maar dit komt door de tussenstop in het multisensorische gebied. En als je erover nadenkt, is het zo dat de mensen die de kleur echt voor zich zien, het lijkt natuurlijk heel erg op hoe je het echt ziet. En dit wordt ook bijna volledig in het visuele systeem gedaan, zeg maar, voor hun. Terwijl voor de mensen die de kleur associëren, die halen dit meer op uit hun geheugen. Dus als je jezelf iets inbeeldt, dan doe je dat eigenlijk ook. Het komt vanuit je verbeelding, vanuit je hersenen zelf, naar je visuele cortex toe. En dat is ook wat er gebeurt bij de mensen die de kleur associëren. Dit wil zeggen dat voor beide subtypes, zeg maar, van letterkleursynesthesie zijn dezelfde hersengebieden actief, maar de koppeling ertussen, de precieze route die de informatie neemt, bepaalt uiteindelijk hoe en waar je die kleur waarneemt. Het is natuurlijk niet alleen maar relevant voor synesthesie, maar ook voor normale waarneming. Want hoe kan het zijn dat je je bewust wordt van iets? Nou ja, dat proces van hoe je je bewust daarvan wordt en hoe het er uiteindelijk uitziet, kan dus afhangen van de koppeling tussen de gebieden in je brein. Oké, we hebben dus gezien dat er verschillen zijn in het brein van mensen met synesthesie. Maar zijn synestheten nou echt zo verschrikkelijk bijzonder? Of werken onze zintuigen nou helemaal niet samen, zeg maar, voor mensen die zonder geen synesthesie hebben? Of zijn we stiekem allemaal een beetje synestheet? Nou, dat wil ik nog even met jullie testen. Dus ik heb hier een slide met twee wezentjes erop. Eentje heet Kiki en de ander heet Booba. En wie denkt dat Kiki aan de linkerkant staat, mag even zijn hand opsteken. Nou, ik vind het wel echt overweldigende meerderheid. En van deze twee kleuren, rood en geel, welke kleur is zwaarder? Denken jullie dat geel zwaarder is? Nee, rood, denk ik. Hè? Ja, rood zwaarder. En bij de volgende slide, citroenen. Is een citroen nou snel of langzaam? Wie denkt dat de citroen snel is? Ja, dat is ook wel iemand die denkt dat de citroen langzaam is. Toch wel, ja. Nou ja, iedereen is het eigenlijk wel met elkaar eens. En dit zijn associaties, op het eerste gezicht zou je denken van, waarom is een citroen snel? Maar citroen is natuurlijk fris, dus ja, past beter bij snel dan langzaam. En bij Kiki en Booba is de vorm van je mond belangrijk voor die associatie. Dus dit soort associaties heeft iedereen. Die komen ook terug in associaties die synestheten hebben. Alleen bij synestheten is er wel degelijk iets anders in hun brein. Hoe kan het zijn dat je kleuren ziet voor cijfers of letters? Nou, we weten dat er iets anders is in het brein van mensen waarbij de zintuigen op die manier gekoppeld zijn. Dat het ook nog voor elke synesteet anders is. Wil je meer weten over het thema zintuigen? Kijk dan ook één van de andere colleges.